Heb jij ooit zoiets groots gevonden? Ja, niet zo groot. Dit is wel echt. Boom, dit is het eindelijk. Yes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. Tijdens de crisis zijn heel veel hobby's eigenlijk soort van aan banden gelegd. Ja. Je mag niet meer in groepsverband sporten. Zo jammer, joh. Dat was zo fanatiek, joh. Ja, inderdaad. Maar goed, er blijven nog wel wat dingen over eigenlijk wat je wel kan doen. Maar dan moeten de mensen natuurlijk wel thuis weten. Ja, dus wij gaan voor jullie de allerleukste hobby zoeken van dit moment tijdens de crisis. Ja, of het de leukste is, weet ik niet, maar je kan in ieder geval wel goed geld mee verdienen. Dat ook. Je hebt allemaal van die schatzoekers tegenwoordig. Ja. En wat bedoel ik nou met schatzoekers? Mensen met een metaaldetector en die gaan een beetje door de natuur. Dus we zijn even in de straat van een expert op het gebied van schatzoeken. En hij schijnt heel veel schatten thuis te hebben liggen. Ja, dus we gaan even kijken en we gaan met hem meelopen. Hier woont hij. Hij staat gewoon achter de deur, maar we hebben net hem even verteld. Wacht heel even met open. Hij heeft ook al een zender om. Hij heeft ook al een zender. Je hoort hem ook gelijk heel goed. Hey! Yo! Yo man. Wat leuk jullie te zien! Hey, Floris! Man. Yeah. Wat een gave zender heb jij! Ja. Ja. Die had je al thuis liggen, of niet? Ja, die had ik thuis, dus dat is wel goed afgesproken. Ja, ja, kom binnen! Ja, laten we binnen. Laten we naar binnen. Ja, Floris. Ja, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga lekker zitten. Onze schattenzoeker. Ja, zeggen we het zeker. Zo goed? Ja, schat zoeken, ja, metaal zoeken. Metaal zoeken? Ja. Dus metaal is tegenwoordig goud zoeken. Schat. Oh. Ja. Schat. Okay. Ja, eigenlijk alles wat je van alles wat metaal is, zeg maar, kan je vinden met een metaaldetector. Dus bijvoorbeeld deze kanonskogel, je mag hem even voelen, hij is echt immens zwaar. Wow! Ja, dat is echt bizar. Als je die tegen je hoofd krijgt, doet dat wel een beetje pijn, denk ik. Nee, dit is zwaar, ja. Zo, kanon, hè? Ja. En heb jij ook iets wat een enorme waarde heeft? Ja, ik heb ooit heb ik wel eens een gouden munt gevonden uit het jaar 1500. En toen was ik fucking enthousiast natuurlijk. Het was, kijk, vandaar dat je dat hebt uitgeprint. Ja, zeker, ja. En natuurlijk heb ik verkocht. Ja. Oh, je hebt verkocht? Ja, ja, zeker, ja. Die van mij heb ik verkocht voor €600. Ja, 10 minuten later vond de jongen achter mij vond er ook een. Dat is dus deze. Die is verkocht voor €25.000. Wat? Ja. Oh. Ja. Ik heb 3% ongeveer gekregen. 3%? Ja, wat echt een gierige gast! Ja, ja, dat is echt een gierige gast. Wat een gierige gast. Dit doet wel pijn dan. Ja, dat deed wel pijn. Ja. Dit is, dat zie ik ook aan je. Hé, hey, als wij straks gaan zoeken. Ik wil niks, gaan. Oké, okay, is goed. Is goed, daar ook niet. Ja, ik ook niet. Floris, doe jij dit vaker trouwens, als het ijskoud is? Nou, als het ijskoud is niet, maar jullie hadden deze dag ingepland. Dus jij vindt het ook kut? Ja, ik vind het wel een beetje kut. Ja, dit zijn spots waar nog eventueel explosieven kunnen liggen. Wat? Dus dit is wel denk ik handig om te blurren. Niet dat er andere mensen naar toe gaan of zo. Anders krijg je kinderen die zeg maar explosieven gaan zoeken. Ja, precies. Oh, ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is een beetje een JJ'tje. Ja, wat had die dan? Ja, die ging zeg maar even laten zien bij een juwelier wat er allemaal lag, toch? Goudstaven, weet ik het allemaal. Een week later overvallen. Ja. Lekker J! Bijvoorbeeld deze schep. En dan hoor je een signaal en dan zie je hier ook een getal binnenkomen. Nou, ijzer heb ik uitgezet, dus dat hoeven we niet op te graven, want dat is meestal troep. Ja. Maar bijvoorbeeld dit is koper en ja, dat willen we wel vinden, want dat kunnen munten zijn, dat kunnen ringen zijn, ja, dat kunnen explosieven zijn. Die van mij is ook gewoon kijk of dat oorbelletje van jou echt is. Even kijken of die echt is. Ja, 42% echt. Ja, je had een ijzeren schijf in je been, toch? Wat was het? Wat was het? Auw! Oprecht, ik heb wat. Ik zweer het, Jordan. Jordan. Oké. Okay. Graven! Nee, vijf minuutjes. We worden rijk! We worden rijk, gaan dit zo in de 40k, ik voel het trouwens. Mogen we hier gewoon graven? Nee, super illegaal wat we nu aan het doen zijn, Niels. Oh jezus. Je moet even goed kijken, hè, wat erin zit. Deze doe je dus in de grond op het moment dat je signaal hebt. Kap, zei je niet. Dan, kap even. Dan hoor je dat iets nep is, zeg maar. Ja, ja. Spaart u ook zegels? Ja, dan hoor je dat hij er nog niet in zit en dan moet je nog niet begraven. Hij zit er nog in? Ja, het zit er nog in, die. Maar dan zijn we oprecht nu beet. Ja, ja, zeker. Hoe dik? Ik zie een babylichaam. Ik zie een fetus. Hoe harder die piet, hoe dichterbij je zeg maar zit. Oh, die zat er tegenaan. Ja, ja. Zit er heel dicht tegenaan. Zo, dit is dik. Oh, oh shit. Hoi, joh, is het... Oh nee, maar straks is het echt een bom, ouwe. Ja, kijk uit, gast. Want oh, dit kan een bom zijn. Dan gaat hij straks af. Floris, je zit er bij een fucking bom. Jij was begonnen. Oké, we gaan hem netjes uitgraven.
Je zit nu tegen een bom aan? Nou, ik weet niet. Het zou kunnen, want hier is wel echt gewoon gebombardeerd ook. Want we zijn natuurlijk in Rotterdam. Maar kan dit nog actief zijn? Zou kunnen, ja. Ja. Ja, we zitten tegen een bom aan. We zitten sowieso tegen een bom aan. Het is echt tering grappig als we nu echt een bom hebben. Ja, dat... Even serieus, Floris. Ik ben nu al blij met deze hobby. Want als je daadwerkelijk ook echt iets vindt, is het best wel spannend. Ik heb ook sinds tijden niet zo enthousiast gezien. Dat voorgevoel dat je misschien wel een bom gaat vinden, dat is toch vet? Ik vind het vooral gewoon eng, want ik ben best blij in mijn leven. Ja? Er valt echt heel weinig blij om te zijn in jouw leven, dus ik vind het knap. Nee, dit is echt een schat gewoon. Maar je zit er wel echt zo dit dicht tegenaan. Dit is echt een schat gewoon. Niels zit er helemaal in. Het is echt groot. Het is niet heel groot. Zelfs Floris is enthousiast, Martijn. Maar heb jij ooit zoiets groots gevonden? Ja, niet zo groot. Dit is wel echt groot. Dit is zijn 5 meter. Wat is nu wijsheid? Wat is nu wijsheid? De dingen aan het graven, Martijn. Dat is wijsheid. Straks zijn we multimiljonair, idioot. Ja. When Lambo, nou is Lambo! Okay. Het lijkt wel een ijzeren koffer of zo. Ja man, vroeger gebruikten ze allemaal ijzeren koffers als ze op vakantie gingen. Welkom bij Miljoenenjacht. Wat zit er in ijzeren koffer 35? Dit is ijzer, heel groot ijzer. Oh, oh, oh ja! Wat een Wat is het? Wat is het? Wat is het? Is dit geld waard? Een oud stuk ijzer onder de grond? Geen idee wat het is. Jee! Wie pakt het mes? Kom maar, Floris. Dat geeft toch wel iets zachter. Oh, ik zie weer allemaal dollartekens zo door de lucht verschijnen. Ja hoor! Wat is dat dan? Dit is hem, we hebben hem. Wat is dat? Ja, zie je het schaap. Of is dat? Dit lijkt wel een object wat geen moe waard is. Dit is een goeie. De overheid dacht ons te fokken. Alle horeca dicht. We komen alsnog aan ons money G. Hij zit hier ergens hoor. Hou vast! Jezus, wat ben jij een ezel zeg. Dat is echt niks waard. En door. Ja. Ik heb wel iets, maar volgens mij is het is niet vet. Oh, wacht. Wow. Yo. Zit een vormpje in, ouwe? Ja, dit is een rijwielbelastingplaatje. Die werden dus, vroeger moest je dus belasting betalen om met de fiets te gaan. En dit is volgens mij echt van voor de oorlog. Wat is het waard? Ik weet niet, misschien een paar euro, maar... Nou, hey! Jullie hey. Het mogen hebben! Buur, ik deel met niemand! Ja, hier. Pak die schep! Watsa! Zo! Ja, een muntje! Een muntje! Is een machetknoop. Yeah. Dit is wel iets koninklijks, want... Gruwelijk. Echt? Ja. Ja toch? Dat was ziek. Ja toch? Hey. Dat is wel live. Ik zweer het, dat is echt vet. Wat is er vet aan? Nou, ik denk dat het wel van het leger geweest is. Misschien Nederlandse leger of zo. Hè? Het gaat me niet om geld hoor, maar hoeveel zou dat waar zijn? Een paar barkies. Een paar barkies? Een paar roepies misschien. Roepies? Een paar peso's. Ik denk dat we dit godverdomme niet in Rotterdam moeten doen. Maar lekker in het gooi. Ja, maar echt. Lekker in de buurt van een villa. Ga ik met een dingetje rond. Met een dode gouden halsband van een golden retriever opgraven. Willen jullie nou ook een deel 2 in Lagoas? Laat even weten in de comments. Goudzoek in Laren. Goudzoek in Laren. Dat is toch heerlijk? Ja. Volgens mij heb ik wat. Nee, 71. Daar kan wel zilver zijn. Dat kan zilver zijn, grap! Het kan zilver zijn! En wie heeft die stok? Oh, wat is dit? Oh! Ja? Nee! Wat is dat? Dat is een muntje. Echt? Dat is een muntje. Wat voor munt is het? Juliana. Wow! Dit is een gulden, ouwe.
Hoeveel zou het waard zijn? Hoeveel zwaar is het waard? Is het de bitcoin? Is het hetzelfde als bitcoin? Het was 2,20 euro. Die zijn ook zilver, maar ik weet niet of deze zilver is. Maar hij is wel echt... Dit is gewoon een very ordinary golden hoor. Yeah? Hier kocht ik gewoon een pakje kauwgom mee vroeger. We hebben hier een aantal uren toch wel het een en ander gevonden. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, de spanning daarnaartoe vind ik het allerleukst. Wat hebben we? Je begint het ding te piepen. Als je het gaat doen, neem zo'n vriend mee zoals Niels. In het begin is het heel erg exciting, daarna wordt het moeilijk irritant. Maar het bouwt de spanning wel lekker op met jou. Een leuke hobby die je in principe gewoon kan doen tijdens deze coronatijd. Je wordt er niet rijk van. Eigenlijk is de boodschap, het is leuk, maar zodra de kroegen weer open gaan, pak dat biertje. Wat? Nee? Wat? Nou ja, gooi dit weg, ga lekker zuipen. Nee, ik... ik stem daar wel mee in. Tot volgende week.